Dames en heren, welkom bij deze opgenomen visuele podcast van het Nederlands Fotomuseum. Uiteraard weer in het kader van de eregalerij van de Nederlandse Fotografie Plus. En ook vandaag spreken we weer met een maker van een beeld dat is opgenomen in deze selectie van 99 foto's. We doen het op beeld vandaag vanwege een speciale kerstaflevering. Mijn naam is Mark Prust, ik ben curator en programmamaker. En ook vandaag mag ik weer een fotograaf uit de eregalerij voor u ontvangen en interviewen. We gaan in gesprek over fotografie, over beeldcultuur en natuurlijk in het bijzonder het beeld van deze maker die in de eregalerij is opgenomen. Daarnaast bespreken we enkele beelden die door u, de bezoekers, zijn toegevoegd aan deze expositie. Het museum selecteerde namelijk 99 beelden in de eregalerij en liet bewust één plek, de 100ste foto, vrij. En die mag iedereen mag zijn eigen 100ste foto toevoegen en daarmee worden opgenomen in de eregalerij. En we hebben een aantal van deze beelden geselecteerd en die zullen we straks bespreken. Vandaag verwelkomen we een fotograaf van wie het eigenlijk helemaal geen verrassing is dat een beeld van hem tot deze selectie behoort. Hij wordt ook wel genoemd de Nestor van de Nederlandse nieuwsfotografie. De fotograaf van de macht in Nederland. Hij won 2 maal de zilveren camera, is onderscheiden bij Wilpers Foto en nog heel veel meer prijzen en onderscheidingen. Was ook bestuurslid bij diverse fotografische organisaties, waaronder Wilpers Foto, Foam in Amsterdam. Momenteel is zijn werk te zien in een expositie in Museum Hilversum. Binnenkort opent een overzichtstentoonstelling in het Rijksmuseum in Amsterdam. Met een prachtig boekje daarbij. En dus met een beeld hier in de eregalerij in het Nederlands Fotomuseum. En hartelijk welkom, Vincent Mensel. Dank dat ik hier mag zijn. Heel fijn, heel fijn. Vincent, ik noemde het al, je werd de fotograaf van de macht genoemd. Heeft iemand die rol van je overgenomen, nu je met pensioen bent en dat werk niet meer doet? Oh, je gaat gelijk diep. Daar heb ik me niet echt in verdiept, maar er zijn natuurlijk een aantal fotografen in Den Haag waarvan ik denk dat ze dat uitstekend overnemen. Hoewel de tegenwerking, tussen aanhalingstekens, van de mensen die daar werken best wel groot is. Maar er zijn een paar, zoals Werry Kroonen, die heeft dat perfect gedaan. Vroeger had je Roel Rosenburg, die dat ook nog voor mijn oude krantje NRC heeft gedaan. En er zijn nu een aantal ook jonge, dynamische, Bert Maat, die onder andere een van die beroemde foto's heeft gemaakt, waardoor we allemaal nog steeds, ik zou niet willen zeggen in lockdown, maar wel in geestelijke lockdown qua politiek zitten. De functie elders foto van Bachmaat. De functie elders, ja. En daarmee open je gelijk al het gevecht waarmee je aangeeft dat de macht van de fotograaf groot kan zijn. Ja. Dat wordt wel eens onderschat, maar deze foto heeft er toch voor gezorgd dat we behoorlijk veel ellende hebben de laatste tijd. Ja. Wij niet, de fotografen niet, maar de politiek wel. Ja. Ja. En daarmee ook een enigszins waardig opvolger van de. Zeker. Jou. Ik was niet jaloers, maar ik was wel in een, dat ik dacht, wat een goede jongen dat hij dat gedaan heeft. En je moet ogen overal hebben. En hij was op het juiste moment, op de juiste plek, om de juiste foto te maken. Daar heb ik echt veel respect voor. Mooi, mooi. Je bent opgenomen met een beeld van voetbalsupporters tijdens Ajax Feyenoord. In 19... Feyenoord-Ajax. Feyenoord, je moet in Rotterdam, zeg je. In de Kuip. Ja. In de Kuip. In de originele Precies. Kuip in 1969. Ja. We hebben hem hier voor ons liggen. Kan je de foto beschrijven? We kunnen hem straks ook zien. Maar misschien wel leuk. Foto's beschrijven is altijd moeilijk. Foto's moet je zien. En dan moet je in je opnemen. En, maar het zijn mannen in, zou ik maar zeggen, in pakken zoals je ze nu weer eens terugziet, maar dan op de Zuidas. En deze zijn gemaakt op de tribune en kijken over mij heen naar de wedstrijd. Ik sta ze een klein beetje in de weg, maar niet echt. Maar dat is het gebaar. De houding van een goede voetbalsupporter is altijd, waar is de bal? En dat is deze foto, dat beeld dat uit. En de mannen zijn fantastisch gekleed. 69 nog een witte jas, een stropdas, een driedelig pak, een vestje, keurig sigaretje in de hand. Alles klopt.
Dus de hooligan was er nog niet echt. Dit zijn gewoon zoals supporters waren, zoals mijn grootvader. Als keurige mannen. Was. Ja, keurige mannen. En was dat echt, het is nu een hele bijzondere foto. In die zin dat je echt, ja, je bijna niet voor kan stellen dat dit de supporters zijn van tijdens een wedstrijd Feyenoord-Ajax. Die details die je noemt, hè, die jasjes, de dasjes, de brillen. De brillen. Ja. Waren die toen ook zo bijzonder? Was dit toen ook een bijzondere foto? Nee. De reden van deze foto was dat de NRC, toen nog de oude nieuwe Rotterdamse Courant, een reportage maakte over supporters. Nou, alles is niet nieuw. Alles is al een keer gedaan. Dus dit was mijn eerste opdracht toen voor de NRC. Van, ga je maar eens een dagje naar een belangrijke wedstrijd. En ga maar kijken wat je daar tegenkomt aan supporters en hoe ze erbij zitten en wat ze doen. Dus mijn blik was niet naar het veld gericht, hoewel ik een paar prachtige beelden heb gemaakt als niet-sportfotograaf van Johan Cruijff, die op het doel schiet. Ja. Nou, machtig mooi. Geweldig. Maar het was echt gericht op de mannen. Bijna geen vrouwen, eigenlijk geen vrouwen, maar wat gebeurt er rondom dat veld? En een paar jaar later was het natuurlijk oorlog. Toen, zeg maar begin 70er jaren, waren dit geen supporters meer. Maar dan waren er echt mannen met vechtjasjes aan. Dan was het rumoer. Het is heel snel omgeslagen. Dat is in de begin 70er jaren. Maar toen was een wedstrijd nog gewoon keurig. Zoals ik me als kind herinner dat ik met mijn grootvader in Amsterdam naar Ajax stond te luisteren in de straat. Want dat was vlakbij het stadion. En dan luisterde hij naar de wedstrijd op de radio. En dit heeft altijd een eigen rol gespeeld, deze foto. Het heeft in de krant gestaan. Destijds ook, in 69. Ja, een iets andere foto. Een man die op een muurtje zit, ook een keurige man, met twee flesjes bier in zijn hand. Ook oranjeboom. Hè? Deze man hier in het midden heeft ook een flesje oranjeboom. Rotterdams bier, hè? Oranjeboom biertje, gewoon nog een flesje. En die zit ook zo naar die wedstrijd te kijken, heel keurig. En ik weet nog dat zijn vrouw, hij heeft boos naar de krant gebeld na de publicatie. Want hij had op zijn kop gekregen van zijn vrouw. Want hij had gezegd dat hij die dag met zijn vriend was gaan vissen. Dus door de mand gevallen. Ja, het was natuurlijk nog maar klein bier van wat er nu is gebeurd. Maar het was natuurlijk wel een drama voor die man. Ja. Kan ik me herinneren. Maar dat was de foto die in de krant stond. Deze is later. Misschien heeft hij het kleiner gestaan. Ik heb de pagina eigenlijk nooit bewaard, helaas. Dat is wel heel jammer. Ja. Maar hij is door de jaren heen eigenlijk heel vaak gebruikt. Tot, zeg maar, vorige week nog kwam ik hem per ongeluk tegen in Voetbal International. Maar hij heeft door de jaren heen in allerlei kranten, zoals het AD, dat maakt de dienst deel uit van ons concern. Maar ook de NRC, als er die belangrijkste wedstrijd de klassieker was, dan werd hij uit het archief getrokken en dan werd hij weer geplaatst. Morgen de klassieker Feyenoord Ajax. En dan was hij met name het Algemeen Dagblad plaatsen en dan was het groot. Of er was iets aan de hand met Ajax, Feyenoord Ajax. En dan werd hij weer in de krant gezet. Het is ook al een levende foto. Hij heeft altijd een rol gespeeld. Dus, en een van de leuke dingen is dat hij nu in de collectie van dit museum is opgenomen. Als een van de. En daar ben ik best trots op. Vind ik ook leuk. Vind ik ook bijzonder. En dat er nu mensen maken een selfie met deze foto. En er is zelfs één meneer die heeft zichzelf ontdekt op de foto. En door de jaren heen nooit iemand zich gemeld bij de krant of gewoon bij mij. Van, hé, ik sta op die foto. Maar nu wel. En nu, tijdens deze tentoonstelling hier in het Nederlands Fotomuseum, is er één iemand die zich meldde. En zei, zeg, kan ik even een bestandje krijgen voor een. Wat leuk. Wat een mooi verhaal. Ja. Een foto uit het begin van je carrière. Ja, 1969. 69. Ja. Misschien ook wel een van je eerste opdrachten. Een van je eerste opdrachten. Ja, ik was natuurlijk nog freelancer. Hè. Ja. Toen ik hier kwam werken, kwam ik uit Amsterdam. Ik woonde in Rotterdam, maar ik had in Amsterdam gewerkt bij Maria Austriaan, een theaterfotografe. En daar heb ik mijn opleiding ook gedaan nadat ik de kunstacademie hier in Rotterdam had verlaten. En ik fietste hier door de stad en maakte fotootjes van Rotterdam in opbouw. En de NRC nam af en toe een fotootje af, de Nieuwe Rotterdamse Courant en ook het Algemeen Dagblad. En op een dag vroegen ze aan mij, ik ben daar gaan werken in de avonddienst.
in de avondploeg op de fotodienst filmpjes ontwikkelen voor fotografen. Dus niet maken, maar echt het ja, prepareren van de films voor de krant. En overdag heb ik dus had ik mijn eigen winkeltje tussen aanhalingstekens. Ja. En op een dag vroeg de NRC in 1973 of ik in vaste dienst wilde komen nadat ik bij World Press Photo de Picture of the Year van de beste Nederlandse persfoto had. Met een foto van Joop den Uyl. Ja. Terug naar deze foto. Zie je in deze foto, is het een typische foto voor je oeuvre? Zwart-wit. Mijn oeuvre is voor een heel groot deel zwart-wit, omdat ik als zwart-wit fotograaf bij een krant werkte die alleen maar zwart-wit foto's drukte. Dus ik maakte wel eens een kleurenfoto, maar dan zeiden ze dat helaas. Daar kunnen we niks mee. Maar is die typerend voor mijn oeuvre? Als je kijkt naar de portretten wel. Ja. Want ik heb heel veel portretten gemaakt voor de NRC. En ik was een reportagejongen. Ik ging erop uit. Ik moest met verslaggevers mee in den lande en later naar het buitenland. Wat is je oeuvre? Mijn oeuvre is groot, behalve dat ik, en dat is zo grappig, dit is een foto gemaakt tijdens een sportwedstrijd. Ja. Maar ik ben helemaal geen sportfotograaf, want dat is echt een andere tak van sport in de fotografie. Ja, dat is echt een vak. Tegelijkertijd is het tijdens een sportevenement, maar het is ook geen echte sportfoto. Nee, dat wil in niet. Die zin, ben je opgeleid bij Maria Austria, die zei het zelf, theaterfoto. Ja. Dan dat past toch ook wel weer hier heel dit mooi is theater. Bij, toch? Dit is theater. Voetbal is theater. Het is één groot schouwspel natuurlijk, waar op het toneel, op het groene veld, zich van alles afspeelt. Maar het publiek is natuurlijk ook onderdeel van het theater. En wat dat betreft is dit natuurlijk, ja, ik zal niet zeggen een geluksschot, want het is het niet. Ik was echt op zoek naar aandacht, naar hoe functioneert het spel rondom het groene veld. En daar ben ik blij mee dat ik deze foto heb kunnen maken. En ik ben nog later wel eens teruggegaan. En heb ik een beetje les gekregen van de jongens achter het doel. En toen heb ik ontdekt dat het niet echt mijn ding was. Maar wel heel leuk om door het stadion te trekken, om te kijken naar hoe mensen reageren op de sport. Ja, mooi, mooi. Later ging je Politiek Den Haag fotograferen. Ja. Echt het centrum van de macht. Hè. Daar komt ook een beetje je bijnaam als de fotograaf van de macht vandaan. Hoe komt het theater daarin terug? Komt het theater daarin terug? Dat is eigenlijk hetzelfde. Maar de bankjes, tussen de bankjes. Ik heb het altijd als theater gezien. En ook qua belichting. Ik weet nog dat ik bij Maria Austria meeging naar het theater. En dat ze altijd oplette en keek van waar komt dat licht vandaan? Oh, daar. En hoe zit iemand erin? Ze manoeuvreerden soms wel eens iemand erin. En ik heb dat zelf ook gedaan. Ik heb hier in Rotterdam, toen ik begon in de 60e jaren, ook bij het Nieuw Rotterdamse Toneel foto's gemaakt. Ik heb heel veel vrienden daar gemaakt, acteurs, actrices. En ik vond het een van de leuke dingen om te doen, mooie dingen ook om te doen. En fascinerend ook om te zien hoe de theaterwereld werkte. Maar ik kon daar niet van leven. Dus toen de krant vroeg aan mij om te komen, heb ik wel steeds theater als onderdeel gezien van het werk wat ik wilde doen. Dus ik ging naar concerten, dus naar dirigenten. Hè. Prachtig, ook theater. Toneelstukken deed ik voor de krant. We gingen dan vroeger kon je nog zo'n beetje scènes fotograferen bij de Haagse Comedie of in Amsterdam of waar dan ook. En toen vroeg in de begin 70 jaren de NRC, een van de redacteuren, zei: joh, het is misschien toch wel interessant om in Den Haag rond te gaan kijken. Ook theater, maar ook omdat de NRC iets meer aan fotografie wilde gaan doen. Met name omdat wij natuurlijk een politiek gezicht hadden in de krant. Ja. Hè? Met schrijven, niet op het gebied van plaatjes. Dus ik ging aan de hand van Theo Westerwoud, dat was een politieke redacteur, die nam mij mee naar Den Haag, liet mij alle wandelgangen zien, maar stelde mij voor en coachte mij in het begin even. Want je bent natuurlijk toch best verlegen als je daar onder meneer Biesheuvel, ineens sta je in dat speelveld van de Tweede Kamer. Dat is toch even iets anders. En daar werd ik ingewijd, zal ik maar zeggen, door de politieke en parlementaire pers die daar zat. En die kon je vragen stellen. En dan zei ik, joh, zeiden ze, ja, let eens even op dat team. Mark staat nu tegenover. Hè? Even opletten. Nou, en dan langzaam maar zeker. En er liepen ook wat
oudere fotografen rond, zoals meneer Stokvis. En die zag je, dus je keek het een beetje af hoe hij dat deed. En die maakte meer portretten eigenlijk en kleine scènes. Mm-hmm. Maar ik voelde mij, dat komt door mijn achtergrond thuis. Ik kom uit een politiek georiënteerd gezin. Mijn moeder die was een fanatieke rode vrouw. Dus ik kreeg steeds meer zin in alles. En ik vond het spel wat ik zag erg mooi. Ik begon met Biesheuvel, dat was nog wat ouderwets daar. Ja. Maar toen kwam het kabinet Den Uyl eraan. Met Van Acht en ja, dat en Wiegel. Het begon het ineens. Het ging toen, begin 70 jaar, ging die politiek enorm leven. En ook visueel leven. Want de tegenstellingen waren erg leuk. Hoewel ze achter de schermen elkaar best wel innig omarmden soms, hè, de linkse en rechtse partijen. Maar in het speelveld was het knetteren geblazen. En waren daar ook best leuke scènes te bedenken. En je moest je een beetje inleven. Je moest een beetje nadenken. Je moest een beetje tijd nemen. En dat was een van de fijne dingen van de NRC. Die zeiden, neem je tijd. Dus ik begon om 10:00 's morgens. En wij waren een avondkrant. En soms moest je heel snel schakelen en naar Rotterdam racen. Maar soms had je de tijd tot de volgende dag. En zat je tot 's avonds laat nog in het parlement. En dan zat je daar. Nou ja, en dan zag je dat spel zich ontwikkelen. Achter was de groene gordijnen. Was je naar iets specifieks op zoek als je daar was? Ja en nee. Ik probeerde, want mijn collega's zaten op de perstribune en die zeiden mij wel eens in, let op dat, kijk op dat. Of je had even een gesprekje en dan kwam Theo of een van de andere parlementaire journalisten van de NRC. Of je luisterde gewoon in de perskamer goed wat die anderen tegen elkaar zeiden. Nou, dan ging je beneden en dan ging je dat een beetje, ik scharrelde rond. Maar zocht je dan bewust naar een plaatje bij het geschreven Nee. Dat je zocht naar je eigen interpretatie. Dat was het interessante. Dat ik heb dat later vaak wel een aantal keer gehoord. Dan zitten die jongens, meisjes, jongens, collega's op de parlementaire pers op die tribune. En dan zei er één, ik zag dat je dat hebt gemaakt. Daar hoef ik alleen nog maar een bijschriftje bij te schrijven. Als die foto is wat ik denk dat die is. Nou, en dat was ook vaak zo. Dan had ik een eigen interpretatie van een, of niet een eigen, dan had ik een goed beeld van een debat wat zich had afgespeeld. En dat zie je bijvoorbeeld, kijk, als je naar de cover van het boekje kijkt, dat is Joop den Uyl. Wie weet nog wie den Uyl is, maar zoek het op. En hij zit enorm, is een interessant beeld. Ja? En waarom zit hij zo? Het is een volslagen tegenovergesteld beeld van een man op de fiets met een appel in zijn mond en een kopje koffie en een leuk t-shirt aan. Het is een man die echt de zorgen, en in dit geval van het Lockheed-debat, met zich meedraagt. In zijn hoofd heeft. Hij moet op dit moment, beschermt hij het voortbestaan van het Koninkrijk der Nederlanden. Ja. Hè? Dus, en dat zie je aan zo'n foto. En dat is wat anders. En dat vind ik ook wel weer knap, dat er sommige fotografen hier nu, hedendaagse fotografen, in staat zijn om iemand grappig te fotograferen. Want appeltje. Maar voor mij was dit het belangrijkste. Ja. Nee, dat snap ik. Maar wat is de situatie anders toen en nu? Ja. Kunnen deze foto's niet meer gemaakt worden? Of zijn de hoofdrolspelers anders? Of zijn de omstandigheden anders? Waar zit dat in? Ik denk ook wel de vrijheid die wij hadden als parlementaire pers om aan fotografen. Wij konden ons redelijk vrij bewegen in de Tweede Kamer. Dat die restricties werden naarmate er meer fotografen kwamen. En die kwamen omdat er geld te verdienen was natuurlijk. Hè. Het was een beetje, als je veel politieke portretjes maakte van belangrijke politici, kon je die verkopen. Want er waren heel veel kranten die in één kolommetje van Pietje Puk of mevrouw die afdrukte, omdat, en daar kreeg je dan geld voor. Ja. Dus die kwamen naar de Kamer om dat te doen. Dus het werd er wat drukker. En ineens kwamen, zal maar oneerbiedig gezegd, de voetbalfotografen het parlement binnen om ook een centje, een graantje mee te pikken. En die waren helemaal niet zo erg uit op zal maar zeggen, politieke fotografie, maar ook gewoon commerciële fotografie. Ja. En dat was verstorend in die zin. Daarmee gooide je ook soms je eigen glazen in. Dat betekent dat er regels werden opgesteld. Je mocht niet meer voor de minister-president langs, maar je mocht nog wel altijd achter hem langs. Maar je mocht nooit achter de voorzitter langs. Behalve als je het beleefd vroeg, mag ik achter. Ja, deze keer wel, zei dan Van Tiel, de voorzitter, of Vondeling.
En dat waren, en er waren regels. Niet in een interruptiemicrofoon lijn gaan staan met de ander. Hè? Niet hier tussen gaan. Wij zijn in debat. En dan ga ik hier tussen staan met een camera om jou te fotograferen. En dan sta ik hier naar een rug te kijken. Zou je nu, ja? Als je nu in het parlement zou fotograferen, zou je nog steeds dit soort foto's kunnen maken? Of zou je nu echt anders te werk moeten gaan? Ik denk wel dat het kan. Maar dat het niet meer op die manier kan. Ik had echt een positie bedacht, vaak achter de regeringstafel, waarvan ik wist dat het licht heel mooi viel. Ja. Hij was een beetje kaal, dus je moest ook zorgen dat het licht niet al te glanzend naar beneden kwam. Dus die lamp, theaterfotograaf in actie. Je moest een beetje zoeken naar de goede. En ik had op een krukje achter de regeringstafel, zat ik dan vaak met mijn cameraatje te wachten en dan zag je dan al dat zo'n Kamerlid riep, ze zagen je dan en dan gingen ze daarop acteren. Nou, vaak moest je dat negeren. Maar dat soort dingen gebeurden. Maar ik denk dat het nu, als je het nou vergelijkt naar nu, ik ben nog wel eens een paar keer terug geweest in die oude en die nieuwe kamer, dan is het toch een beetje telelenswerk geworden. Dat je echt met een beetje voetbal, een beetje voetbalfoto's achter het doel zitten en dan proberen te maken wat je denkt dat er gemaakt moet worden. En soms slagen jongens, als je geduld en tijd hebt daarin, of meisjes, om dat goed te doen. Ja, maar het is moeilijker. Het is niet meer zo dat je frank en vrij door de kamer wandelt. Want je had ook op een gegeven moment, dat is ook bekend, je had een vriendschappelijke band met de NL bijvoorbeeld. Met de NL en met Ruud Lubbers. Andere politici, daar ben ik nog steeds wel met sommigen nog bevriend. In tussen aanhalingstekens, maar we zijn goede bekenden van elkaar. En dat is... En dat is links en rechts. En dat is eigenlijk, zal ik maar zeggen, zonder aanzien des persoons. Hoewel ik ook mijn eigen voorkeuren heb natuurlijk. Maar met een aantal mensen heb ik altijd goede banden gehouden. Ja. En, want op een gegeven moment, ik geloof in 1984, ben je gestopt met echt in het werken in Den Haag. Ja. Maar ging je nog wel veel mee op dienstreizen en met dat soort. Hè, voor portretklussen en zo. Ja. Maakte die persoonlijke band die je had met die mensen het makkelijker om je werk te doen? Of eigenlijk ook wel moeilijker? Moeilijker, ja. Want ik was erg op mijn kievieven. Omdat ik... De persoonlijke band was het eigenlijk het enige dat je wel eens... Als je wist dat een uil een toespraak zat te schrijven ergens op een congres. Of bij D66 kwam het voor dat je zei, jongens, mag ik even binnen? En dat ze zei, oh ja, het mensel van de NRC, nou oké, dan weet je wel. Maar als ze je niet hadden gekend, hadden ze nee gezegd. Nee. Dus dat was het enige voordeel. En ik zal eerlijk zeggen, er is een foto gemaakt van bijvoorbeeld mevrouw Kaag dansend op een tafel. Ja. En daar werd schande van gesproken. Nou, ik vind het geweldig dat die fotograaf dat gedaan heeft. Dat kwam doordat hij persoonlijke banden had met iemand in die partij. Die zei, joh, wil je dat voor ons fotograferen? En ik heb dat ook gedaan bij de Partij van de Arbeid, maar ook bij het CDA en ook bij D66. En loop je dan niet het risico dat je minder kritisch wordt? Nee, want dat was juist het leuke. En dat vonden zij ook, dat was ook het aardige van, of het goede van kennen van mensen binnen die partij. Nee. Ze waren ook bereid om de kritiek tot zich te nemen als het verre kritiek is. Hè? Het is niet alleen maar PR van mooie dingen, mooie plaatjes. Het gaat er ook om dat je, ik denk niet dat Den Uyl heeft wel eens gezegd, dat met die foto die ik toen gemaakt heb, met dat vingertje en dat mondje. En dan stonden we een keer die ergens. Die de Wilpersfoto destijds heeft. En dat hij dus een keer mij zo een beetje, maar wel gemeend, gekscherend, in mijn buik stond te porren. En zei, ja, hoe wil jij met die rotfoto van mij, weet je wel. En dat meente hij. Hij was er zelf helemaal niet van gecharmeerd. Maar het heeft hem wel op de kaart gezet in Nederland en daarbuiten. En het is dubbel. Ja. Dus, en dat geldt ook voor Ruud Lubbers. Die heeft mij wel eens ook boos toegesproken. Omdat door mijn vriendschap met hem, ik een foto had gemaakt die hartstikke leuk was. En de NRC vond hem geweldig. En hem ook in de krant heeft gezet. Toen zei hij de volgende dag, of later zei hij, dat was natuurlijk wel even een, had je wel even mogen vragen of dat kon. Hè? En datzelfde gold voor Chris van der Klauw, de minister van Buitenlandse Zaken, waar ik mee op dienstreis was. Binnen het vliegtuig is het privé. Dan ben ik bij hem op bezoek. Dus toen hij ging liggen slapen. Een foto die ook in dit boekje is opgenomen. En toen hij ging liggen slapen in het vliegtuig en wij samen terugvlogen uit Jordanië naar Nederland en we allebei lekker gegeten en gedronken hadden. En toen ging hij zo liggen in dat bedje met een wit lakentje en zo net zijn neus met een snorretje boven het laken uit.
Toen dacht ik, zei ik tegen de stewardess, doe even het licht aan. Dus ik zei, ik maak even, wij tutoyeerden elkaar binnen het vliegtuig. Daarbuiten zeiden we u tegen elkaar. Maar dan zei ik, vind je het goed als ik een foto maak? Toen zei hij, daar hebben we het morgen over, maar maak hem maar. En de volgende dag zei ik, mag ik hem gebruiken? Toen zei hij, want je kon nog niet aan elkaar laten zien dat digitale foto. Nee. Dus ik had geen idee wat het was. Hij zegt, dat kan. Dus toen heb ik het gevraagd. En het is een wereldfoto geworden van een slapende minister van Buitenlandse Zaken in zijn eigen vliegtuig. Die de volgende dag weer in de Tweede Kamer een debat moest voeren. Ja, mooi, mooi. Ik heb een quote van je. Het doel is om jouw beeld van de samenleving te laten zien en anderen te willen laten geloven dat jouw fotografische werkelijkheid ook die van hen zou moeten zijn. Zo. Dat is mooie quote. Mooi gezegd. Dat heb je heel mooi gezegd. Wat zie je dat ook? Is je dat gelukt? Lukt je dat bijvoorbeeld bij deze foto? Nou, deze foto is een tijdsbeeld geworden. Ja. Toen waren supporters nog gewoon keurige, nette huisvaders. Die niet met stenen en bierflesjes. Want ze hebben allemaal. Deze man heeft een bierflesje in zijn hand. Ja. Zit helaas in de vouw, maar je ziet het nog wel. Het oranje boombierflesje. Dat ging die man niet daarna het veld opgooien. En dus ik heb. En zo zijn er meer foto's natuurlijk door mij gemaakt, waarvan ik denk, die hebben een werkelijkheid weergegeven waar ik best wel blij mee ben. En die komt misschien niet meer terug. Had je een heel consistent beeld van hoe de samenleving zou moeten zijn? Ben je in die zin zelf ook misschien, ja, bijna politicus, bijna onderdeel van die macht? Nee, maar ik trek het iets te ver, hoor. Maar Nee, ik ben geen onderdeel van de macht, absoluut niet. Ik ben een kritische beschouwer. En, maar je laat wel jouw beeld van de samenleving zien. Via een invloedrijk platform, wat NRC toch was gedurende 40 jaar. Zeker, die hebben ook erg veel vertrouwen aan mij gegeven, de NRC, hè, door dat te publiceren in goed vertrouwen. Ik geloof dat er maar één of twee keer een foto is geweest, ik zou ook niet 1, 2, 3 weten welke, waar wat kritiek op is gekomen, ik weet trouwens wel welke, waarvan de NRC toen heeft gezegd, mijn hoofdredacteur, dat gaan we niet nog een keer doen. En dat is een foto geweest van de minister van de premier en de minister van Buitenlandse Zaken. Die op een was ik mee op een tocht naar Polen. En Fokker, wie weet het nog, bouwde vliegtuigen. En de PH-PBX, dus de Royal Fokker, zal ik maar zeggen. Het regeringsvliegtuig. Die waren erg goed bezig en die zochten werknemers. Personeel om vliegtuigen te bouwen. En toen hadden ze mij gevraagd, zou u eens een foto kunnen maken waarin je de premier ergens, of iemand die dat ding gebruikt, dus niet alleen de koningin en de familie, maar de politiek die dat ding gebruikt. He, de Fokker ging vaak mee, maar dan gingen ze in die landen proberen ze ook die Fokker te verkopen, zoals in China. Op zoek naar orders. Dus en toen heb ik gezegd, nou, dat wil ik wel doen, vind ik leuk. Dus een commerciële opdracht, mag natuurlijk helemaal niet, bleek achteraf. Maar goed, we komen terug thuis en ik had tegen die twee mannen gezegd, Dries van Acht en Chris van der Klauw. Voor Fokker, die zus en zo, die zoeken mensen voor om deze vliegtuigen te bouwen. Willen jullie samen na afloop voor de Fokker poseren? Dus die foto bestaat. Die is ook gemaakt door mij na afloop. Ze staan even keurig allebei met hun aktentas voor het vliegtuig. Ik maak die foto en die staat pagina groot als advertentie een week later in alle landelijke kranten. Fokker heeft vele vliegtuigen, vele kabinetten de lucht in laten vliegen. Mooie tekst, hè? Goed gevonden. Dus die foto is er. En die advertentie is er. En er staat ook nog heel klein Vincent Mensel had ik bedongen. En een aardig bedrag. Het was een snabbel. Nou, dat had ik echt moeten vragen aan mijn hoofdredacteur of dat mocht. Dus ik moest bij André Spoor komen. En die zegt, hoe zit dit? Maar daar blijkt dus ook wel dat je hebt natuurlijk geen politieke macht en in die zin ben je geen onderdeel van de macht. Maar je hebt, dat wel, wordt in dit verhaal wel een beetje onderkend ook door de hoofdredacteur, dat de beeldvorming en het beeld dat jij gaf van, laten we zeggen, de wereld, toch ook wel heel veel invloedrijk was. En dat beschermd moest worden tegen dit soort commerciële, nog redelijk onschuldige snabbels. Nou, het ging over werk. Ik zag er niet veel fouten in. Het ging over werkgelegenheid, banen. Het is uiteindelijk redelijk onschuldig. Maar het geeft wel aan hoeveel macht of invloed je het als beeldmaker
destijds. Nou, je ziet het aan de kaagfoto, dansend op de tafel. En zo zijn er nogal een paar voorbeelden te noemen van die commerciële opdracht van wie heeft hem gemaakt? Martijn Beekman. Martijn Beekman was een commerciële opdracht. En die jongens, een journalistieke bloed, ging natuurlijk toch een beetje kruipen. En de D66 dacht, hé, te gek. Dus hij heeft dat gedaan. En terecht. En dat is een beetje met die Fokkerfoto ook. Ja. Mensen spreken er schande van, maar ze vinden het ook geweldig. En zo zijn er natuurlijk nog wel een aantal voorbeelden te bedenken. Zie je daarin niet ook een bevestiging van het belang van fotografie? Ja, zeker. Zeker. Het belang van fotografie is altijd nog boven film. Sorry, maar zo is het. Er is een beroemde foto gemaakt. Er zijn beelden van filmbeelden. Waar ook stills van bestaan. Dus foto's gemaakt door een fotograaf. En daarnaast staat ook een cameraman te draaien. Een heel mooi voorbeeld vind ik de foto van Eddie Adams. Gemaakt in Saigon, dat de politiecommandant van de Vietnamese politie in Saigon schiet een Vietcong-strijder voor de camera door zijn hoofd. Ja. Dat is een gruwelijke foto. Die heeft ook een prijs gekregen bij World Press en internationaal. Het is gewoon een foto die zijn leven gaan leiden. Ja. Maar daarnaast bestaat ook een film. Gewoon dat die man aankomt lopen, zijn pistool trekt en die man door zijn hoofd schiet. Die film is ook gruwelijk, maar het beeld van die ene foto is de wereld is blijven hangen. En die filmbeelden, die ken ik toevallig en die worden ook af en toe vertoond nog wel in de geschiedenis. En toch is die foto... Het beeld blijft hangen. Ja, nou ja, deze tentoonstelling over de iconische foto's van 99 van het Fotomuseum, het Nederlands Fotomuseum... Zijn stils, maar er zullen ongetwijfeld van bepaalde foto's ook wel filmpjes zijn. Ja. Althans, de omgeving van het maken. Maar het is de foto die blijft. Maar de foto die blijft, ja. Dat is heel bijzonder. En zelfs in het nu in Instagram en Twitter en Facebook zijn filmpjes. En toch herinner je vaak alleen maar de foto. Zelfs de TikToks. Ja. Ik kijk wel eens naar TikTok en dan denk ik, is allemaal bewegend natuurlijk. Is allemaal bewegend en toch wil je graag een foto. Omdat die zo belangrijk is. Nou, heel even voordat we afsluiten, toch kijken naar een aantal toevoegingen van het publiek aan de eregalerij. Ik heb hier 4, 5 foto's. Ik geef ze gewoon aan jou. En kan je... Ja, je hoeft ze niet te beschrijven, hè? Want we kunnen ze zien. Een man met een sigaret in zijn hand, in het gras. Wat vind je van... Ja. Heeft het waarde voor jou? Dit... Nou, alleen de manier waarop hij die sigaret vasthoudt. Ik had altijd iets van met mensen die zo roken, daar was iets mee. Ik rookte zo vroeger toen ik nog rookte. En zo roken dames ook, weet je wel. Mijn vader deed het nog even zo, tabak aandrukken. En zo roken heb ik nooit begrepen. Dan kreeg je ook bruine vingers tot aan je oksels. Ik vind die foto, ja, daardoor boeiend. Maar verder zegt hij me weinig. Mm-hmm. Dit vind ik lief. Een baby met een witte baby met een zwarte pop. Ja, nou, heel antiek lijkt mij, want het bankstel of de stoel waar de baby in zit, het is gewoon een jeugdfoto uit de 50er jaren. Tegelijkertijd ook... Een tijdsbeeldje. Een tijdsbeeld, ja. Maar ook wel nu relevant, hè, met een zwarte babypop misschien. Ja, misschien. Ik weet niet. Ik begrijp de tegenstellingen. Ik begrijp wat er speelt, maar het heeft nooit bij mij geleefd. Omdat ik kom uit een gezin, een sociaal-democratisch gezin, waar dat nooit een issue was. Dus ik ben er ook niet mee opgegroeid. En mijn vader was dominee en voor de dominee was de hele wereld gelijk. Geel, groen, zwart, paars, geloof, religie, alles was hetzelfde. Die huwelijksfoto vind ik heel geestig. Ik moet je zeggen, wat de toekomst brengen mogen. Zo'n soort titel zou ik graag geven. Ja. En het zou een leuke maandagochtendfoto zijn om de stemming er goed in te houden. En deze foto van een troostmeisje vind ik indrukwekkend. Ja. Hiervan weten we ook toevallig de fotograaf, hè, gemaakt door Jan Banning. En dat vind ik ik ken de geschiedenis een beetje van zijn reportages, zijn achtergronden.
En het, hij heeft een hele serie dames of op leeftijd gefotografeerd die tijdens de Tweede Wereldoorlog dienden echt als troostmeisjes voor het Japanse leger. Ja, die werden misbruikt door de Japanse soldaten. Dat mag je ook gedwongen prostitutie. Ja. Ja. En die ogen van die vrouw, het leed daarin en alles, de achtergrond. Het is onbeschrijfelijk en het is goed gedaan door Jan. En wat ik ook wel interessant vind, er zitten zoveel kleine, minuscule details in. En dat geleefde gezicht en weinig blik op de toekomst, maar op het verleden gericht. Ja, vind ik bijzonder. Ja. Ja, dat is misschien een mooie omschrijving ook van een andere quote die je wel eens gezegd hebt. Een opvallende foto maken mag, maar de eerste les blijft informatie geven. Precies. En dat zit denk ik ook wel in deze foto. Klopt, ja, absoluut. Ja. Vincent Menson, mag ik je hartelijk danken voor dit mooie gesprek. En dames en heren, dank u wel voor uw aandacht. En volgende maand zijn we weer terug met een nieuwe aflevering van de podcast van de Eregalerij Plus. Dank u wel. Joepie.